allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar de behind-the-scenes video's van Verliefd op Bali. Vandaag ontvang ik een hele bijzondere gast. Ik mag vandaag praten met niemand minder dan Wieteke van Dort. Wieteke is in het echt al 80 jaar, dus ik kan heel veel aan haar vragen over haar Indische afkomst, haar tijd hier in Nederlands-Indië en de verschillen in onze generaties. Verliefd op wat ik zie, verliefd op jou en verliefd op Bali. Oké, we lopen, wat leuk. Nou, Wieteke, super fijn om hier met jou te zitten. Oké, je bent geboren als Louisa Johanna Theodora. Klopt. Hoe kom je aan de naam Wieteke? Nou, mijn grootmoeder, die heette ook zo. En Louisa, dat werd afgekort tot Wies. En mijn opa, die noemde haar altijd als koosnaampje Wieteke. En toen mijn moeder dat hoorde, dacht ze, nou, als ik een meisje krijg, dan gaat ze Wieteke heten. Maar nu in Holland, er zijn een heleboel Wietekes nu. Die zijn er jou vernoemd? Ja, want ik heb vaak geboortekaartjes gekregen. Oh, wat leuk. Hartstikke leuk. Je bent geboren in 1943 op Surabaya. Ja. Wat is nou echt typerend voor die tijd? Ja, het is dus was tijd van de Tweede Wereldoorlog. En in Indonesië was er natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog nog een oorlog. Want toen had je de Bersiap-tijd. Ja. En in die tijd is mijn vader Theo van Dort omgekomen. Die hebben ze doodgeschoten op de Alun-Alun op het dorpsplein. Toen kon mijn moeder met mijn broertje en mij vluchten over de muur. En zij hoorde pas een half jaar later dat mijn vader doodgemaakt was. En verder zijn wij groot geworden in Surabaya. We hadden eigenlijk best een leuke jeugd. En toen ik 10 was, toen ontmoette mijn moeder een nieuwe vader. Hij heette Loet Rommelaar. Dat was meteen een heel geslaagd huwelijk. En wij dachten, ah, een nieuwe vader. En hij had een prachtig wit huis. Dus wij dachten, wat een sprookjesprins. Maar wat was de reden dat u in 1957 voor het eerst... Op vakantie. Gewoon op vakantie? We waren nooit geweest. En toen ging mijn moeder met ons, met mijn broertje Theo en mij, op vakantie. We zouden eind van het jaar teruggaan. Belde een broer van mij, je hoeft niet meer terug te komen. Alles is genationaliseerd door president Sukarno. Jullie huis is weg, de fabriek is weg, je hebt helemaal niets meer. En toen hebben ze tegen mijn broertje mij gezegd, mijn stiefvader en mijn moeder, luister eens, we zijn gezond, we hebben elkaar nog, we beginnen gewoon opnieuw. En ze zijn opnieuw begonnen. In Den Haag? In Den Haag. Had u veel heimwee toen u... Verschrikkelijk. Ja. Ik heb 10 jaar heimwee gehad. En ik zei dan ook tegen iedereen van, nee, ik ben pas uit Indonesië, weet je wel zo. Maar mijn beste vriendin Sita, die zei, jij moet daar eens mee ophouden. Je bent niet net uit Indonesië, je zit hier al 10 jaar. Je woont nu hier. Ja. Dus toen ben ik daar ook mee opgehouden. Ik ben op een gegeven moment voor het eerst teruggegaan naar Indonesië in 1978. Mocht ik met de libellen een sentimental journey maken. Nou, is natuurlijk huilen als je daar landt. En wat voelde je toen je daar weer bodem? Een schok en een blijde schok en helemaal door dolle was ik. En uw moeder, is die ooit ook teruggegaan? Nee, wou niet. Mijn vader en zij, die zeiden, we willen liever die mooie herinneringen bewaren en niet gaan kijken hoe het er nu uitziet. Tokke. Hoor je hem? Mam? Wat doe jij hier? Jij hebt me hierheen gebracht. En daar ben ik blij om. Ja, wat wel leuk is, is dat wij zijn van een hele andere generatie. Was het in jouw tijd ook zo dat er bepaalde taboes heersten op bijvoorbeeld seks voor het huwelijk? Of kon jij zomaar je eerste vriendje mee naar huis nemen? Hoe was dat in jouw tijd? Ja, dat was heel wat makkelijker eigenlijk hoor. Ja? Het was helemaal niet streng? Nee. Lag dat dan meer aan jouw ouders? Want als ik mijn oma moet geloven, was het allemaal wel... Mijn oma kan zich enorm schamen voor alles. En heel erg, wat moeten de buren er wel niet van vinden? Jij hebt nee, het helemaal dat hadden niet... mijn ouders niet. En we konden met iedereen altijd thuiskomen. Ja, we werden heel vrij opgevoed. Ze verbood ons nooit wat, maar ze zei, ik zou het niet te laat maken. En daar had je gewoon genoeg aan. 12 uur waren we thuis. Ja. Ik wil je beter leren kennen. Ja? Mm-hmm. Jij bent laat thuis. Dat is 12:30 geweest. We vertelden eigenlijk alles wel thuis. Wat leuk. Dus u was eigenlijk heel open. Dus het... Ja. Ja, die Indische taboes of die Indische schaamte, dat kent u niet nee, zo? Nee, ken ik niet.
Je hebt het net over Tante Lien. Dat is wel iets legendarisch. Heb je ooit dat vervloekt dat je denkt, iedereen ziet mij als Tante Lien? Nee, daar ben ik blij om. Dat lijkt mij ook hoor. Het is een alter ego. Ja, ik had eigenlijk nog een afsluitende vraag. Wat zou je de jonge Wieteke willen meegeven? Oh, wat een moeilijke vraag. Wees jezelf. Wees voorzichtig. Bijvoorbeeld meisjes met een oudere man. Laat je niet in bed praten. Ik noem maar wat. Dat zijn gevaarlijke dingen altijd. Maar als je dan die onderwerpen aansnijdt, is dat dan iets waar je dus vroeger misschien onzeker over was? Nee, dat deed je gewoon niet. Nee, niet zozeer over in bed, maar je zei blijf jezelf. Vond je het soms moeilijk om jezelf te blijven? Nee. Nee? Vond ik niet moeilijk. Gek, hè? Nou, fijn toch dat je zo stevig geworteld bent al je hele leven. Dank je wel. Alsjeblieft. En jij Wieteke. Ook veel succes met dat. Penta man, liat alle, liat alle. Adoe is ook een leuk woord, hè? En het kan bij alles. Je kan zeggen, adoe, wat mooi. Adoe, wat vreselijk. Adoe, niet zo dan. Het is een multifunctioneel woord. Adoe, wat een lichaam, hè? Bedankt voor het kijken naar deze behind the scenes video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet even te liken en te subscriben op het TLC YouTube kanaal. En dan zie ik je de volgende video weer. Doei doei! En verliefd op Bali.